De reden dat ik ben gestopt bij Deltaloid is dat er een overname was door Nationale Nederlanden. En daarna kwam er een reorganisatie waardoor wij van standplaats gingen wijzigen. Het was echt wel een rouwproces omdat ik mezelf met pensioen zag gaan. Toen wij boventallig werden, een keuze moeten maken. En de keuze heb ik toen laten vallen op Randstad. Dat was heel bewust vanwege het feit dat Randstad voor mij een heel sterk merk is. Ik had alleen niks met Reismart. Dat was bij mij op dat moment onbekend. Ik was met name sceptisch omdat ik ook wel een beetje in het rouwproces nog zat. En daarmee een hele persoonlijke benadering wilde hebben. En Reismart biedt veel digitale hulp. En daar was ik aanvankelijk wat sceptisch over. Op dit moment werk ik bij Vesting Finance als functioneel consultant. En werk daar in projecten. Het werk wat ik nu doe ligt wel in lijn met wat ik voorheen deed. Waar Reismart mij mee geholpen heeft, is dat ik 20 jaar bij dezelfde werkgever zat en mezelf niet goed kon neerzetten. Door Reismart en door de verschillende mensen kreeg je continu te horen wat je krachten ook zijn. En daarmee heb ik mezelf zeg maar veel beter kunnen neerzetten. Ik kreeg op een gegeven moment hulp aangeboden van de branding specialist. En daar was ik op dat moment, dacht ik ook, prima. Ik ben zelf hartstikke kritisch. Ik had er heel veel tijd in gestoken in mijn motivatie en cv. Dus ik dacht van, nou, als het .com is, prima. Maar wat ik vrij snel terugkreeg, daar was ik ontzettend verrast door. Ze had de hele boel omgegooid op een manier waar ik ook echt achter stond. Van de specialist waar ik mee gewerkt heb, had mijn persoonlijke coach de meeste waarde. Die challengede mij om ook de stappen te maken die echt gewoon nodig waren. Dus de ene keer pakte ik de regie zelf en de andere keer kreeg ik een duwtje. Als ik nu weer in hetzelfde traject kom, dan zou ik misschien niet voor Reismart kiezen. Maar dat komt omdat Reismart me al zoveel gebracht heeft. Ik heb nu het idee dat ik me zo ontwikkeld heb dat ik nu een fase verder ben. Maar zou ik wel weer in exact dezelfde situatie komen, dan zou ik zeker weer voor Reismart kiezen.